op de doellijn. Sturing legt aan voor een schot. Popescu kijkt naar Van Breukelen. Zegt, weet je niet meer dat ze ineens kunnen schieten. Dat is wel een keer. Moeilijk voor Van Hals. En het doelpunt. Doelpunt van Zurovic. En dan is het nu afgelopen, zegt Luijmpen. Het is de eerste maal dat Vitesse zich presenteert in het zojuist geopende stadion, het Gelre Dome. Zurovic, de eerste goal in het nieuwe stadion is van Dejan Zurovic. En het doelpunt. En dat is weer de goal. Ja! Ja hoor! Gaat hier erin. Reuzen. En dat wordt geïllustreerd door een 6-0 score. Kans voor Vitesse. Daar is die. En wie anders dan Nico Smaglas. Het is zo eenvoudig, zo simpel. Zoals de Grieken doet. 34 maal schoot hij raak. Kalmte en techniek heeft hij om in te schieten. Het is 1-1. Jansen heeft een aardige trap in zijn linkerschoen. Dat demonstreert hij hier. Zo, wat een gelijkmaker. Theo Jansen is de naam. Het is meteen 1-0. Bliksemstart in Arnhem voor Ajax. Na 35 minuten wordt het 2-0 voor Ajax. De bal gaat voor langs en zit erin. En Vitesse is terug in de wedstrijd. En daar is 2-2. Via Jonker. Van der Schaaf krijgt de bal over die voor en het is einde wedstrijd in Arnhem. Een solo over 80 meter en de man die het afrolt, een Hersi. Wat een bekroning voor Vitesse van een sublieme tweede helft. Komt Vitesse hier op voorsprong? Juist. Dit ziet er dreigend uit. Sterker nog, het is 1-1. Stefanovic. Met rechts. Ja, een prachtige treffer. Wordt het 4-1? Ja. Natuurlijk, ik ben hartstikke trots op die gasten en ze hebben het fantastisch gedaan. En ja, goed, wat dat betreft hebben we een prima wedstrijd gespeeld. Een debutant, Davy Prupper, 18 jaar. En hij maakt vandaag zijn debuut in de Eredivisie. En hij maakt zijn debuut. Marco van Ginkel, 17 jaar. Ze hebben er weer een gevonden, zo'n talent uit de eigen jeugdopleiding. Rechts van de struik, Santuria zelf, 18 meter, geweldige goal! De vreugde is compleet bij Vitesse. Het wint voor het eerst sinds jaren en jaren weer een wedstrijd in Nijmegen. Boni, oh wat mooi laten lopen, Boni, wat een prachtig doelpunt! Goeie voorzet, nu wel Boni, jawel! En hier dan het applaus van een minuut. En Nijhuis legt het spel daarvoor stil. Get your rocks off, get your rocks off, party, shake it now, now. Piazon, de kleine KK, schiet Vitesse alsnog naar de drie punten.